Nero, je moeder. Mami, nee, ik was echt dol op mami. Ik miste echt nog elke dag. Maar je hebt haar laten vermoorden. Ja, dat klopt. Kijk, eerst heb ik het plafond boven haar bed laten instorten. En toen heb ik haar boot laten zinken, maar het mens dat zwom gewoon naar de wal. En daarna gif. Maar die oude heks die wilde maar niet dood. Echt ellende. En toen heb ik haar aangegeven wegens een moordaanslag op mij. Toen was ik ineens eindelijk van de af. Maar waarom? Nou, ze bemoeide zich echt overal mee, hoor. Met hoe ik moest regeren, wie ik moest trouwen, wie ik vreed moest gaan. Dus ze moest gewoon weg. Nero, de brand. De brand? Ja, de brand van Rome. Oh, ja, dat was heel erg. Nou, nu echt erg. Die hele stad die stond dus in brand. Precies op de plek waar ik mijn paleis wilde bouwen. Zo toevallig. Handig hoor. Maar, ik vond het heel, heel erg. Oh. Dan gaan we even naar kijken. Die beelden. Ik heb beelden. Oh, applaus. Dit is het nieuws van 64 na Christus. Rome staat in brand. Duizenden huizen verwoest. Een eerste reactie van de keizer. Mensen. Dit is een verschrikkelijke dag voor Rome. Die brand, dat had niemand verwacht. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. We hebben besloten om op deze verwoeste plek een schitterend paleis neer te zetten. Wanneer heeft u dat besloten? Nou ja, weken geleden, de bouwplannen zijn al lang. Net een uurtje geleden, spontaan bedacht. Ja, spontaan plannen. Maar keizer Nero, is het waar dat u tijdens de brand op uw harp speelde en genoot van het vuur, wat Tacitus beweert? Wel nee. Hoe komt u daar nou bij? Ik ben meteen naar buiten gegaan om te helpen. Die Tacitus, die krijg ik nog wel. En wie denkt u dat het gedaan heeft? Nou, ik niet, hè. Nee, ik heb ook een alibi. Ik was niet in Rome, ik was in Pompeii. Ik heb getuigen, dus ja, ik was het niet. Erge mensen, die brand. Och. Maar u zei net dat u heeft geholpen bij het blussen, dus u was er wel? Nee, ja, ik was er niet. En toen wel. Toen heb ik geholpen met blussen. Maar het was al te laat. Het was zo erg. Maar wie heeft het aangestoken, denkt u? Want volgens boze tongen hebben uw mannen dat gedaan. Mijn mannen! Hoe komt u dan bij mijn mannen? Ik weet wie de daders zijn. Kijk, dit is gevonden. Tussen de rokende puinhopen. Een Bijbel. Dit is het bewijs. De christenen hebben het gedaan. De wie? De christenen. Een kleine geloofsgemeenschap in de Joodse wijk. En we zullen ze voor de leeuwen werpen tot de laatste man. Pak de christenen! Is die Bijbel in het vuur gevallen? Want die Bijbel ziet er eigenlijk nog heel gaaf uit. Ja, natuurlijk. Maar dat is het wonder van hun God. Nou, dit was het. Dit was het, mensen. Lekker gaan slapen, morgen gezond erop. Alles is onder controle. Maakt u zich geen zorgen. Behalve als u christen bent, hè. Dan moet u hollen. Nero, 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 Nero. Nou, gaan we lekker bouwen, hoor. Ik heb er zin in. We gaan lekker bouwen. Laten we zien. Oh, Domus Aureum. Lekker bouwen, lekker bouwen, lekker bouwen. Ik heb er zin in. Oh, die Nero, dat vind ik een engert. Sst, hij heeft hem voor spionnen. Oh, die Nero, dat is echt een goeie vent, hè? Ja. En hij zingt zo mooi, hè? Schitterend. Schitterend.